Schilderen is voor mij een routine. Dat is me ook heel dierbaar. Ik wil elke dag, als het mogelijk is, schilderen. In die zin geloof ik heel erg in een ritme waarbij je 's morgens vroeg begint en tot de avond doorwerkt. Dat maakt dat je in je hoofd, maar ook in je motoriek, in je lijf, constant bezig bent met de onderwerpen die je aanpakt. Voordat ik begin te schilderen is er wel al heel veel gebeurd. De voorbereiding die vindt al plaats op het moment dat ik op reis ben en mijn foto's neem, waarin ik het moment dat ik getriggerd word door een bepaalde plek of een bepaald voorwerp, dat ik in die foto kader en daarmee al een keuze maak voor wat eventueel een onderdeel in een schilderij zou kunnen worden. Daarna ga ik met die foto's in mijn atelier aan de slag en selecteer ik verschillende foto's of een onderdeel uit een foto wat ik in een schets tot een nieuwe werkelijkheid combineer. En in feite zou je kunnen zeggen een soort houtje-touwtje Photoshop, waarin je juist die gladde technologie niet gebruikt, maar in het tekenen al op zoek gaat naar afstand van de foto zelf. Op het moment dat ik dan een schets heb waarvan ik denk dat zou iets kunnen worden, dan kijk ik of dat een beeld is wat op een intiem formaat of op een monumentaal formaat gerealiseerd zou moeten worden. Ik houd wel de verhoudingen van lengte en breedte in de schets aan en kies op basis daarvan het formaat. Door de jaren heen is mijn werk veranderd en in het begin werkte ik met eitempera, veel met dekkende lagen, dus daardoor benaderde ik mijn onderwerp ook veel vlakker. Ik maakte ook gebruik van abstracte kleurvelden waarmee ik de schilderijen inleid en dat is inmiddels veranderd. De manier waarop dat ik met tempera omga is veel transparanter. Waardoor ook de manier waarop dat ik het realisme toon anders is geworden. Ik ben niet echt bezig met stofuitdrukking. Eigenlijk kijk je door de lagen heen, waardoor het droomachtig is in de beleving van de werkelijkheid die je ziet. Binnen een schilderij is het alles of niets. En als het niet alles is, dan komt het mijn atelier niet uit. Dus elk schilderij wat ik uiteindelijk signeer, daar sta ik helemaal achter. Maar als een schilderij net voltooid is, dan zit het nog zo dicht op de huid en zit het proces nog zo in je, dat het heel moeilijk is om trots te zijn. Waar ik wel trots op ben, is dat ik als kunstenaar kan bestaan. Dat ik beelden maak die ik echt wil maken. En dat het mogelijk is om daarvan te leven. Dat het dus blijkbaar mensen raakt die zelfs het werk willen kopen en dan een plek in hun leven geven. Dat lukt, dat je daarmee je droom kan realiseren om als kunstenaar te leven, daar ben ik wel trots op. Yeah.